Welcome to another episode of the Slow Dutch podcast. As always, I'll be telling you a story in Dutch slowly, then English Dutch, per sentence translated so you'll be able to understand pretty much everything. And then the story again a little bit faster in just Dutch. This is part of my series on my near-death experiences. All of these stories are mine. And this is number 9. This is about two snakes. Okay, this one is not really a near-death experience, but it's a pretty funny story. I really like it. First, we're going to go through a pretty long word list. Maybe you can write along. Maybe you can replay this twice. Make sure to, if you're watching this on YouTube, to read along as well. Maybe say them with me, and then you'll be able to learn these words much faster. Here we go. At that time, destijds. The story, het verhaal, wandelen, is to walk for fun. We also have lopen, but that's just to walk from A to B. It's more purposeful. Well, I mean, both are, but wandelen is for fun, to walk through the park or something. Just doing that, wandelen. Up and down, omhoog en omlaag. The guide. De gids. Special. Bijzonder. To encounter. Is tegenkomen. The view. Het uitzicht. Gorgeous. Is prachtig. To decide. Is besluiten. The snake. Is de slang. To cross is oversteken. To scream, but high-pitched scream, is gillen. We have different words for to scream if it's for different situations. Quite interesting in Dutch. But to scream high-pitched is gillen. Gillen. To jump, springen. The sound, het geluid, the bush, de struik, along, langs, the wall, de muur, eye height, ooghoogte, the face, het gezicht. To get panicked. In paniek raken. Breathtaking. Adembenemend. To repeat. Herhalen. The lizard. De hagedis. The paw. De poot. The owner. De eigenaar. Eigen is own, like your own. Eigenaar. Naar is kind of a suffix of a person. So eigenaar is owner. Eigenaar. Homeless. Dakloos. In Dutch, homeless is more roofless because het dak is the roof. So dakloos is homeless, roofless, literally. And then last one. For the biggest part, grotendeels, grotendeels, for the biggest part. Het deel is the part, so grotendeels is for the biggest part. Okay, here we go, first run. Dit was niet echt een bijna doodervaring, maar destijds vond ik het heel eng. Another word, scary, eng. Het is sowieso één van mijn favoriete verhalen. En ik ben blij dat ik het nu documenteer. Sergej en ik waren op vakantie in Montenegro. En om preciezer te zijn, in Kotor. We gingen de heuvel bewandelen en we liepen vanaf
onze kamer omhoog. So, here we have the word bewandelen. There are many verbs where we have a be prefix and then, well, maybe a verb that you already know. And that is very powerful. It doesn't always work, of course, but we have many things like luisteren and beluisteren. Beluisteren is the same thing as luisteren naar. So to listen to. So the preposition is already in there. Bewandelen is wandelen op. We gingen de heuvel bewandelen. We went to walk upon the hill. And there are many other verbs where we just have be at the front. And that just means that there is some kind of preposition inside. We gingen de heuvel bewandelen en we liepen vanaf onze kamer omhoog. We hadden een bijzondere gids gedurende onze wandeling. Namelijk, een kat, zij of hij, liep 20 minuten lang met ons mee naar boven. So here we have a splitable verb, meelopen. Okay, this is gonna be a little thing, but don't be scared. So we have meelopen. Mee kind of means with, and lopen is to walk. So walk with, kind of makes sense. You can do this with any verb. Like if there's a person who is doing a main action, and then someone else is joining in on the activity, just put mee. So for instance, a friend of mine is going to drive to Paris and I'm going to drive with her. Ik ga mee rijden. I'm going to drive with her. And it's not perfectly translatable to English because we have mee rijden or mee denken or mee doen, mee fietsen, mee eten, mee koken, any verb. And the set preposition with it is met, which also means with. So if you would literally translate a sentence with mee, some verb, met, then you would have with twice, which obviously wouldn't make sense in English. Let's go through this sentence again, because this was a lot of talking. Zij of hij liep 20 minuten lang met ons mee naar boven. So liep met ons mee. Why the verb is split and how it gets split and where it goes, that's something that I discuss in my course. That's too long for now for sure. But here you saw the components. Dit deed ze tot ze een ander groepje Nederlanders tegenkwam. Toen ging ze met hen mee terug naar beneden. Het uitzicht vanaf het kasteel was prachtig. Toen kregen we honger en besloten we naar beneden te lopen via een andere weg. We namen de ladder naar beneden en we kwamen op een bergweggetje. Little mountain road, bergweggetje. Ik liep voorop. En na 5 minuten lopen, gebeurde er iets. Een grote, dikke, bruin-grijze slang stak het pad over, recht voor mijn voeten. Ik gilde en ik sprong heel hoog. De slang sprong ook heel hoog. Hij maakte een gek geluidje en rolde over het pad een struik in. Ik was enorm gechoqueerd en Sergey ook wel. So here another little thingy. If you have wel close to an adjective, usually before, but in this case after, it actually softens the adjective. I know that wel means an explicit positive, but if it's close to an adjective, it usually makes it softer. So, ik vind de film wel leuk. That means I kind of like the movie. Was not great. And here I said, ik was enorm gechoqueerd. En Sergey ook wel.
En Sergei also kinda. We kwamen een familie tegen die bijna boven was. En ik vertelde ze over de slang. Weer 5 minuten later. We liepen op een pad langs een mooie oude stenen muur op ooghoogte. Opeens, plotseling. Oh ja, plotseling is a very nice word to know also. Plotseling is suddenly, like the plot changes. Plotseling keek ik recht in het gezicht van weer zo'n grote slang. Heel dichtbij. Ik gilde hard en ik raakte nu echt in paniek. De familie draaide zich om en ging weer naar beneden. Door mij. En ze waren er bijna. So, we went to the castle and then we went down. And then we encountered this family who went from the bottom to the top. And they never reached the castle because of me and my screaming and the snakes. Still feel a little bit bad about it because it was really nice. Anyway, we zagen een huisje met stoeltjes op een uitkijkpunt. En er stond een man. Het was adembenemend. Hij sprak maar een paar woorden Engels. En ik vertelde mijn verhaal. Hij zei, no snake, yes, dragon. Of draak in het Nederlands. Dragon is draak in het Nederlands. Hij herhaalde dit een paar keer. No snake, yes, dragon. En toen snapte ik het ineens. Ik heb biologie gestudeerd. En ik had een keer een college over evolutie. En daarin spraken ze over deze slang. Maar deze slang was eigenlijk een hagedis. En de pootjes zijn weggeëvolueerd. Ik zocht het op en inderdaad, het was deze bijzondere hagedis. Toen voelde ik me veel veiliger. Much safer. Because it was not actually a snake. It doesn't have a venom. It cannot constrict you. Like, it just looks like a snake. But it's actually just a fat, helpless lizard. De man bleek geen café-eigenaar te zijn. Het bleek een dakloze man te zijn. Hij verkocht zelfgemaakte thee uit gebruikte en vieze colaflessen. De thee was €4. €4 per persoon. En niet lekker. Maar wat een verhaal. En ik leefde nog lang en grotendeels gelukkig. Okay, guys. Again, English-Dutch, English-Dutch per sentence. Also, if you like my way of explaining, I'm a teacher, I can teach you. Just saying. Here we go. This was not really a near-death experience. But at the time, I found it very scary. Dit was niet echt een bijna doodervaring. Maar destijds vond ik het heel eng. It is one of my favorite stories anyway. And I'm glad I'm documenting it now. Het is sowieso een van mijn favoriete verhalen. En ik ben blij dat ik het nu documenteer. Sergei and I were on vacation in Montenegro. And to be more precise, in Kotor. Sergei en ik waren op vakantie in Montenegro. En om preciezer te zijn, in Kotor. Also, if you like cats, Kotor, Sergei and I, we are very allergic to cats. And kot, in Eastern European languages in general, I think in most of them, it means cat. It is filled with cats. Cats everywhere. They're very cute, but
We were so allergic for a week. It was horrible. If you like cats, it's amazing. It's a really beautiful place. Beautiful nature. I can recommend Kotor. Anyway, we went walking up the hill and we walked up from our room. We gingen de heuvel bewandelen en we liepen vanaf onze kamer omhoog. We had a special guide during our walk, namely a cat. We hadden een bijzondere gids gedurende onze wandeling, namelijk een kat. She or he walked uphill with us for 20 minutes. Zij of hij liep 20 minuten lang met ons mee naar boven. She did this until she encountered another group of Dutch people. Dit deed ze tot ze een ander groepje Nederlanders tegenkwam. Then she went back downhill with them. Toen ging ze met hen mee terug naar beneden. The view from the castle was gorgeous. Het uitzicht vanaf het kasteel was prachtig. Then we got hungry and decided to walk down another road. Toen kregen we honger en besloten we naar beneden te lopen via een andere weg. We took the ladder down and we came to a mountain road. We namen de ladder naar beneden en we kwamen op een bergweggetje. A little mountain road, weggetje. I walked at the front and after 5 minutes of walking, something happened. Ik liep voorop en na 5 minuten lopen gebeurde er iets. A big, fat, brown-gray snake crossed the path right in front of my feet. Een grote, dikke, bruin-grijze slang stak het pad over, recht voor mijn voeten. I screamed and jumped very high. Ik gilde en sprong heel hoog. The snake also jumped very high. De slang sprong ook heel hoog. He made a weird noise and rolled across the path into a bush. Hij maakte een gek geluidje en rolde over het pad een struik in. Struik. Bush. It rolled. It was like it was having a seizure by seeing me. It was really weird. I was super shocked. And so was Sergey. Ik was enorm gechoqueerd. En Sergey ook wel. We met a family who was almost at the top. And I told them about the snake. We kwamen een familie tegen die bijna boven was. En ik vertelde ze over de slang. Another 5 minutes later. Weer 5 minuten later. We walked on a path along a beautiful old stone wall at eye level. We liepen op een pad langs een mooie oude stenen muur op ooghoogte. Suddenly, I looked straight into the face of yet another big snake very close by. Plotseling keek ik recht in het gezicht van weer zo'n grote slang, heel dichtbij. I screamed loudly and I really panicked now. Ik gilde hard en ik raakte nu echt in paniek. The family turned around and went back down because of me. De familie draaide zich om en ging weer naar beneden door mij. And they were almost there. En ze waren er bijna. We saw a little house with chairs at a viewpoint and a man standing there. We zagen een huisje met stoeltjes op een uitkijkpunt. En er stond een man. It was breathtaking. Het was adembenemend. Adembenemend. Breathtaking. He spoke only a few words of English and I told my story. Hij sprak maar een paar woorden Engels en ik vertelde mijn verhaal. He said, no snake, yes,
dragon. Hij zei, no snake. Yes, dragon. Of draak. In het Nederlands. He repeated that a few times. Hij herhaalde dat een paar keer. Then, I suddenly understood. Toen snapte ik het ineens. I studied biology. Ik heb biologie gestudeerd. I had a lecture on evolution once, and in it they talked about this snake. Ik had een keer een college over evolutie, en daarin spraken ze over deze slang. But the snake was actually a lizard, and the legs have evolved away. Maar deze slang was eigenlijk een hagedis. En de pootjes zijn weggeëvolueerd. I looked it up, and indeed, it was this special lizard. Ik zocht het op. En inderdaad, het was deze bijzondere hagedis. Then I felt much safer. Toen voelde ik me veel veiliger. The man turned out not to be a cafe owner. De man bleek geen café-eigenaar te zijn. He turned out to be a homeless man. Hij bleek een dakloze man te zijn. He sold homemade tea from used and dirty Coke bottles. Hij verkocht zelfgemaakte thee uit gebruikte en vieze colaflessen. Ah, Sergey drank my tea because I couldn't. I really couldn't. Such a gentleman. The tea was 4 euros per person and not tasty. But what a story. De thee was 4 euro per persoon. En niet lekker. Maar wat een verhaal. And I lived mostly happily ever after. En ik leefde nog lang en grotendeels gelukkig. We have one more round to go. Also, I was just thinking, when this gets published, I'm probably going to be married. I'm going to get married to Sergey, obviously, on the 2nd of December. So, it's so soon. It's in 2 weeks for me right now. Okay, now Dutch, a little bit faster. Enjoy. Dit was niet echt een bijna doodervaring. Maar destijds vond ik het heel eng. Het is sowieso een van mijn favoriete verhalen. En ik ben blij dat ik het nu documenteer. Sergey en ik waren op vakantie in Montenegro. En om preciezer te zijn, in Kotor. We gingen de heuvel bewandelen. En we liepen vanaf onze kamer omhoog. We hadden een bijzondere gids gedurende onze wandeling. Namelijk een kat. Zij, of hij, liep 20 minuten lang met ons mee naar boven. Dit deed ze tot ze een ander groepje Nederlanders tegenkwam. Toen ging ze met hen mee terug naar beneden. Het uitzicht vanaf het kasteel was prachtig. Toen kregen we honger en besloten we naar beneden te lopen via een andere weg. We namen de ladder naar beneden en we kwamen op een bergweggetje. Ik liep voorop en na 5 minuten lopen gebeurde er iets. Een grote, dikke, bruin-grijze slang stak het pad over, recht voor mijn voeten. Ik gilde en ik sprong heel hoog. De slang sprong ook heel hoog. Hij maakte een gek geluidje en rolde over het pad een struik in. Ik was enorm gechoqueerd en Sergey ook wel. We kwamen een familie tegen die bijna boven was. En ik vertelde ze over de slang. Weer 5 minuten later, we liepen op een pad langs een mooie oude stenen muur op ooghoogte. Plotseling keek ik recht in het gezicht van weer zo'n grote slang, heel dichtbij. Ik gilde hard
en ik raakte nu echt in paniek. De familie draaide zich om en ging weer naar beneden. Door mij. En ze waren er bijna. We zagen een huisje met stoeltjes op een uitkijkpunt. En er stond een man. Het was adembenemend. Hij sprak maar een paar woorden Engels. En ik vertelde mijn verhaal. Hij zei, no snake, yes dragon. Of draak in het Nederlands. Hij herhaalde dat een paar keer. Toen snapte ik het ineens. Ik heb biologie gestudeerd. En ik had een keer een college over evolutie. En daarin spraken ze over deze slang. Maar deze slang was eigenlijk een hagedis. En de pootjes zijn weggeëvolueerd. Ik zocht het op. En inderdaad, het was deze bijzondere hagedis. Toen voelde ik me veel veiliger. De man bleek geen café-eigenaar te zijn. Hij bleek een dakloze man te zijn. Hij verkocht zelfgemaakte thee uit gebruikte en vieze colaflessen. Thee was 4 euro per persoon en niet lekker. Maar wat een verhaal. En ik leefde nog lang en grotendeels gelukkig. I mean, it was 4 euros per person and a little bit of biology consultancy, I guess. It was worth it. Het was het waard. By the way, I also want to highlight, I'm not actually afraid of snakes. It was right in front of my feet and right in front of my face when I did not expect it. In ieder geval, dank jullie wel voor het luisteren naar deze aflevering. See you in the next one.